Ik denk dat het zeker anders zal zijn voor de mensen die daar in de komende 10 jaar naartoe gaan dan voor de mensen nu. De focus gaat veranderen van opbouw van het ruimtestation naar gebruik van het ruimtestation. Dus ze gaan veel meer aan wetenschap, aan onderzoek kunnen doen. Anderzijds gaan we ook veel meer het station gebruiken als eerste stap, als eerste bouwsteen voor een toekomstig exploratieprogramma naar de maan, naar Mars. Op 27 mei 2009 vertrok Frank de Winne naar het internationale ruimtestation ISS, dat nu zijn 10-jarig bestaan viert. Hij bleef er 6 maanden. Op de Space Expo in Nederland staat een replica waar jongens slechts kunnen dromen over zo'n reis. Ik ben Jaro en ik wil astronaut worden. Eigenlijk was ik eerst met auto's. En toen ben ik eigenlijk snel gegaan naar vliegtuigen en straaljagers en nu weet ik gewoon echt raketten. Dit is dus zo'n beetje mijn woon- en werkplaats geweest gedurende 6 maanden aan boord van het internationale ruimtestation. Het allermoeilijkste aan boord is water natuurlijk. We hebben voor ons te wassen bijvoorbeeld hebben we heel weinig water. Als je kijkt hier bijvoorbeeld, wel, dit is ongeveer de hoeveelheid water die wij per dag beschikbaar hebben om aan hygiëne te doen. Dus daarmee wassen wij ons en daarmee verfrissen wij ons. Dat water ten andere wordt ook nog eens hergebruikt. Als wij dit in een nat doekje gieten en wij verfrissen ons daarmee, dan wordt dat nat doekje opgehangen, het water daaruit verdampt, dat komt in de atmosfeer, daar wordt condensaat van gemaakt en dat condensaat wordt dan terug gerecycleerd en is terug drinkbaar water. In de 6 maanden dat het team van de Winne in de ruimte verbleef, legden ze de laatste hand aan de bouw van het station om het klaar te maken voor toekomstige bezoekers. Het is de dichtstbijzijnde planeet waar we niet gelijk smelten, bijvoorbeeld bij Venus, dan smelten we meteen. En dan ontmoet Jaro voor het eerst een echte astronaut. Is het nog tip voor mij om dan een goede astronaut te worden, zoals u? Je moet eerst en vooral goed studeren. Dat is ofwel wetenschappen studeren, of wiskunde, of ingenieur worden, of zelfs André Kuipers dokter worden. Hè. Met handen kunnen werken. Want zoals je gezien hebt aan boord van het ruimtestation, astronauten die werken vooral met hun handen. Oh, ik denk dat hij zeker een kans maakt. Ik denk niet dat we binnen de 10 of 20 jaar misschien naar Mars gaan gaan, maar misschien binnen 30 of 40 jaar wel. En dan is hij natuurlijk juist in de leeftijdcategorie waarin denk ik hij een zeer goede kans maakt om naar Mars te gaan.